FC Den Bosch TV wordt mede mogelijk gemaakt door Macron Sport, Schouten en Nelissen, Van Wanrooy Bouw en Ontwikkeling en Scoremaster. Speel mee en win ballen voor je club. FC Den Bosch mocht voor de tweede keer aantreden in en tegen FC Almere City. De eerste wedstrijd werd gewonnen met 0-3. Maar de tweede wedstrijd zou natuurlijk wel een stukje moeilijker worden. Zeker vertrek van de trainer Maarten van Stekelenburg. En Den Bosch trof natuurlijk een gedreven ploeg. Daarin was een plek ingeruimd voor Ricardo Kip. Kent u hem nog? De nummer 8 met de bijnaam de Kip Corner. Zoals hij een hoekschop neemt, dan begint iedereen de Kip Corner te noemen. Wilbert Hak van Brabants Dagblad heeft dat geïntroduceerd. En ondertussen ook bij Fox TV en bij uiteraard FC Den Bosch TV een gevleugelde uitspraak. Ricardo Kip, de Kipcorner. Heeft hij vandaag gescoord? U zult het zo dadelijk zien bij de beelden van Almere City FC Den Bosch. Reacties van René van Eck. We hebben een reactie van Virgil Zeldenrust en Nick Vossenbelt. Eind oktober was FC Den Bosch alles eerder te gast in het Jan Marsstadion. Toen was het voor de beker en ging FC Den Bosch met een 0-3 overwinning vandoor. Natuurlijk waren de verwachtingen dan weer wat hoger gespannen om daar ook te gaan winnen. Maar het was FC Almere dat met name in het begin van de wedstrijd het betere van het spel had. Hier een aardige paas richting Jason Oost. En dan gaat de bal richting Pelle van Amersfoort. Maar gelukkig was daar Dillian Maatsen op zijn post om die bal tot hoekschop te verwerken. Den Bosch natuurlijk ook in de aanval via Dillian Maatsen. Die hier een aardige paas geeft. En richting Poser, die krijgt daar een vrije trap mee. Wordt snel genomen. Gaat de bal naar Zeldenrust. En dan gaat de bal naar Havard. Die kan hem net niet raken. De bal was wat sneller als de voet van Havard. En dan was het de uitstekende keeper Achille Etemadi. Die de bal voor het oprapen had. Hier hebben we Mitchell Buitenburgzorg, moet ik zeggen. Een van de betere verdedigers. Een van de beste spelers van het veld speelt hier de bal naar Kip. Krijgt hem dan terug van zijn voet met een mooie schijnbeweging. Is het Mamedov die uithaalt. Maar Kees Heemkerk was zoals gewoonlijk weer paraat. En haalde de bal uit de hoek. Vossenbelt speelt de bal hoog naar voren. Wordt het kopduel verloren. Is Jason Oost die de bal weer kan doorkoppen. En dan is het weer die dekselse van Amersfoort die er vandoor gaat. Maar wederom Heemskerk deze keer met de vuisten weet de bal te pareren. En dat levert dan een ingooibal die niks opleverde. Dan Den Bosch, een aanvalletje. Komt de bal via Zeldenrust. Maakt een aardige beweging. Mooie voorzet. Havard, daar is die. Het zesde Havardje in deze competitie. Mooi binnenkant. Voet afgerond. Beetje tegen de verhouding in, weliswaar. Maar toch leuk, die 0-1 voorsprong. En ze zijn er blij mee, natuurlijk bij FC Den Bosch. Twee minuten later, een vrije voorzet. Iedereen staat daar zo'n beetje te kijken. En dan is het gewoon een doelpunt. Geen Slivka, geen Heemskerk. Jason Oost zet zijn hoofd tegen de bal. En 120 tellen later is de stand alweer 1-1. Den Bosch kan weer opnieuw beginnen met Dillian Maatsen. Dan Virgil Zeldenrust die daar de bal doorspeelt naar Poster. Die kan hem maar half raken. En dan is het de keeper die hem uit de lucht plukt. Den Bosch probeert door te gaan. Hier weer een aanval, vooral over de linkerkant. Wederom via Zeldenrust. Die raakt daar de bal kwijt. Komt er toch nog een voorzetje uit. Poster. Maar veel te zacht. En niet op het doel. Half metertje naast. En blijft de stand voorlopig nog steeds 1-1. Hier weer Burgzorg. Die probeert bij een afstandsschotje. Die Burgzorg en Zeldenrust die hadden aardige duels op deze koude, druilerige, winderige vrijdagavond in Almere. Hier Vossenbelt die een aardige paas geeft naar de buitenkant. Komt er een voorzet uit van Poster. Gaat dat lukken? Handig hakje, Belterman. Ai, daar komt Slivka net een tel tekort om de bal in het doel te werken. Dat is toch een aardige aanval vanaf de linkerzijde van FC Den Bosch. Hofstede speelt de bal naar Vossenbelt. Dan komt er waarschijnlijk een aardige paas. Komt de bal bij Bodaar. Bodaar Havard. Havard krijgt hem met een gelukje terug. Gaat richting het strafschopgebied van... Hij denkt, laat ik het zelf eens proberen. Maar deze keeper, Achille Etemadi, is een van de betere keepers
van de Jupiler League. Ondanks het feit dat ze hekkensluiter zijn, is hij toch een van de betere. Oeh, dat paasje mislukt net van Beltelman. Anders had Posdair zo door kunnen lopen. En nu meteen een volgend paasje, wederom richting van onze Pelle van Amersfoort. Die heeft daar te veel tijd nodig. En gelukkig kan Vossenbelt en Maatsen kunnen het samen klaren. Die gaat wel over de zijlijn. Probeert Den Bosch het weer. Daar gaat hij weer. Onze rechtsback Beuringszorg. Krijgt nu de bal terug. Laat hem van zijn voet springen. En dan met twee voeten tegelijk. Of twee benen tegelijk. Op Vossenbelt. Dat betekent zijn tweede gele kaart. En dan kan een van de beste spelers van het veld. In dit geval Mitchell Beuringszorg. Mag vertrekken. Tweemaal geel is rood. Ja, en daar helpt geen moedertje aan. Hij moet het veld verlaten. En dat was een aderlating voor Almere City. Dat ziet ook de nieuwbakken trainer Marco Hering, die het heeft overgenomen van Maarten van Stekelenburg. En mag Den Bosch het met 11 tegen 10 gaan proberen. Wellicht dat dat wat extra kansen gaat opleveren voor de Bosch-formatie, die de drie punten zo hard nodig heeft. Hier via Slivka naar Zelderust. Zelderust altijd gevaarlijk aan die buitenkant. Aardig voorzetje. Wordt doorgekopt in tweede instantie. Posdair. Komt de bal bij Posdair. Die haalt uit. Maar daar is hij weer. Die dekselse Agil Etemadi. Ook in de hoeken plukt hij alle ballen voor de lijn. Maar Almere City liet zich toch niet echt afschrikken. Ondanks ze met 10 zijn. Maar hier toch nog wel een aanval van Den Bosch. Via Statie ingevallen. Gaat de bal een metertje over de lijn. Helaas levert dat ook weer geen doelpunt op voor FC Den Bosch, dat aan het snakken is naar een overwinning. Misschien dat de laatste aanval in de laatste 10, 20, 15 minuten, zoals deze wedstrijd nu is, misschien dat daar nog iets uit gaat komen via Zelderust aan de buitenkant. Kreeg nu een andere tegenstander, komt de bal bij Thomassen, ondertussen ook in het veld gekomen, probeert te schieten. Die bal die draait net naar de binnenkant op de vuisten van Etemadi. En dan gaat Almere het toch eens gewoon proberen, waar ook Enzo Boldewijn nog in het veld komt. Die gaat naar de bal naar de buitenkant. Bodaar wordt nog speeld. Oeh, wat krijgt die Pelle van Amersfoort daar toch een geweldige kans. Deze lookalike van Michiel Kramer is gelukkig niet zo trefzeker als de Feyenoorder. En de bal die gaat hoog en hoog over. Hier nog misschien een mogelijkheid. Statie voorzetje. Posdair. Kan er weinig mee. Komt de bal bij Slivka. Slivka Havar. Komt er een voorzet. Oeh, wat ingekopt door Posdair, maar iets te zacht. En iets te dicht bij de handen van Agil Etemadi. Zijn toch kleine mogelijkheidjes, maar ook Almere. Hier wordt de bal weggekopt door Maatsen. Krijgt Boldewijn, ex-FC Den Bosch. Maar een goede tackle van Vossenbelt. Is het in tweede instantie, komt hij wel weer aan de buitenkant. Bij Ricardo Kip. Komt er nog een schot uit. Daar komt het schot maar op de knieën van Delian Maatsen. En gaat de bal over de achterlijn. Levert een hoekschop op voor Almere City. Dan zijn we er al bijna op het einde van de wedstrijd. Hier nog een hachelijk moment. Een trekbal van onze grote vriend van Amersfoort. Maar die bal die ging tot groot geluk van FC Den Bosch net voor het doel over de achterlijn. Statie had het allemaal goed gezien. En liet de bal ook lopen. Krijgt Den Bosch dan nog een mogelijkheid in die laatste seconde van de wedstrijd. Hier misschien via Maatsen. Komt er een paas naar Zelderust. Voorzetje. Iets te hard. Komt dan bij Havar. Daar komt hij dan. Posdair. Oeh, dat had hij mogen wezen. 10 seconden voor het verstrijken van de wedstrijd kreeg Dennis Posdair daar de mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen. En had Den Bosch de 3 punten meegenomen. Het bleef helaas bij ieder een doelpunt. Dat betekent ieder een punt. René van Eck, wat is het verhaal van deze wedstrijd? Dat het rommelig was. Maar ja, je komt dan op 1-0 voorsprong. En dan moet je dat zeker proberen te houden tot de rust. Maar ja, als je dan zo snel weer op 1-1 komt, dan blijf je aan de gang te gaan. Heeft de Bosch nogal vaak, hè? Dan komen ze voorsprong en een paar minuten later is het alweer gelijk. Ja, maar dit is uit een vrije trap waar die indeling gewoon staat. En die jongen kan gewoon vrij binnenkoppen. Dus dat heeft dan gewoon met concentratie te maken. Is het nou een foutje van de verdedigers? Zie je dat zo? Moeten de verdedigers feller erop zitten? Of had de keeper misschien uit moeten komen? Nee, wat ik al zei, er staat een man tegen man. Wie moet dekken? Nou, en dat was niet het geval. Dus
dan is die persoon schuldig. Als je dan ziet hoe wij het weggeven, of net zoals vandaag komen we 1-0 voor, een beetje tegen de verhouding in. En dan geven we het 2 minuten later geven we het weer weg. Ja, kinderlijk eenvoudig. Dat moeten we niet doen. Even terug naar het doelpunt. Aardig voorzetje, Virgil. En leuk ingetikt, hè, door Arda. Ja, we kunnen elkaar goed vinden. En, hij weet dat ik een goede voorzet met links in huis heb. En hij tikt hem eigenlijk gewoon tegen draads. Zachtjes goed binnen. En ja, staan we 1-0 voor. Goed, dan aanstaande vrijdag tegen Jong Ajax. Hoe lijkt je dat om daar tegen te gaan spelen? Ja, kijk, ik ga elke wedstrijd in om te winnen. Dus weet je, dit is vandaag geweest. Morgen heb je dan nog even dat de zure gezichten misschien kunnen zijn. Maar goed, dan gewoon weer naar volgende week vrijdag toe leven. Jong Ajax thuis. Moeten we gewoon winnen. Simpel. Misschien wel tegen, hoe heet onze grote vriend achterin bij Ajax? Heitinga van Horen. Ja, nou ja, maakt jou niet uit? Maakt mij absoluut niks uit. En, het zijn ook voetballers, zijn mensen. Weet je, spelen hebben wel op hoog niveau gespeeld. Maar goed, staan niet voor niets dan bij Jong Ajax erin. Dus moet je gewoon kapot spelen. Het wordt tijd voor 3 punten, Virgil. Hoog tijd. Want dat was opvallend eigenlijk. Inderdaad kwamen we met 11-10 te staan. En het leek erop dat Almere alsnog de wedstrijd ging beslissen. Ja, omdat we dan ineens gingen lopen met de bal. Verkeerde keuzes maakten, vooral naar voren. Ja, dan wordt het moeilijk. Ja. Jordi Thomas kwam nog in het veld, 10 minuutjes. Is dat wel de moeite waard om iemand 10 minuutjes in het veld te brengen? Ja, anders doe ik het niet. Dat snap ik, maar is dat niet wat aan de korte kant? Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, weet ik niet. Je hebt ook spelers die 5 minuten brengt en die dan misschien een actie hebben dat iets gebeurt. Als echte pinchhitter in dit geval dus. Precies, ja. Ik had een beetje verwacht. De wind was in jullie voordeel de tweede helft. Ik denk, nou, Den Bosch gaat erop en erover. Ja, dat zei ik ook in de rust tegen elkaar. Dat was ook de bedoeling. En we hebben wel veel acties aan de zijlijn gehad. Maar ja, het is teleurstellend. Ja. Teleurstellend, ook als je de afgelopen 3 wedstrijden bekijkt. 2 punten uit de laatste 3 wedstrijden, dat is weinig, hè? Nou ja, dat klopt. Dat zijn we niet tevreden over. Nee, dat klopt. Dus dat moet weer goed gemaakt worden. Dan maar weer aanstaande vrijdag tegen Jong Ajax. Ja, nee, inderdaad. Dan moeten we dan thuis. Helaas ben ik er zelf niet bij. Een 50 gele kaart. Maar dan moeten we dan weer. Maar het is gewoon zo zuur dat we elke keer moeten zeggen. Dan moeten we dan weer doen. We moeten gewoon een keertje op een vrijdagavond of op een maandagavond doen. Even terugkijken naar je eigen spel. Was je tevreden? Jawel, ik moest veel van kant wisselen. In die schakel. En dan moet ik de buitenspelers voeden. En dat heb ik denk ik wel gedaan. Kijken we even naar de laatste 3 wedstrijden, René. 2 punten uit de laatste 3 wedstrijden. En als we dan ook naar de tegenstanders kijken, is het toch een beetje teleurstellend, lijkt me. Ja, natuurlijk hadden we meer punten willen hebben, ook verwacht. Maar ja, je ziet ook die andere resultaten, wat er allemaal gebeurt. Dus iedereen kan verslaan, maar je kan ook natuurlijk tegen iedereen... kan je verliezen, maar die overtuiging vooral naar voren, die ontbreekt dan af en toe. Of we maken verkeerde keuzes, niet alleen hier, niet alleen wij, want dat hebben ook de tegenstander. Want het had ook natuurlijk op het laatst zou kunnen zijn dat die er nog één in tikken. Want het wordt langzamerhand de tijd die een paar keer 3 puntjes gaat pakken, hè? Ja, daar heb je gelijk in.